I got a little treat for y'all tonight. We're gonna see if he still got some magic in that mic. Tomorrow, start the pilgrimage to Myrtle Beach for the convention. I wish we had known you guys back in our day. Well, I'd say it's still your day, man. We zijn hier vandaag in de JT in Eindhoven. Magic Mike XXL is vandaag in première gegaan. En we zijn heel erg benieuwd wat de mensen ervan vonden. Jij hebt ook net Magic Mike XXL gezien. Wat vond je ervan? Wat een leuke film. Goed ingedanst. En leuke mannen natuurlijk. En leuke mannen inderdaad. Vond je Channing Tatum ook het leukst? Of, Ja, zeker. Ja, heel leuk. Vette film. Yes. Ja. En ben je dan eigenlijk gekomen voor Channing Tatum? Of ben je voor het verhaal gekomen? Nee. Voor hem natuurlijk. Was hij ook de leukste van de groep die je achter je ziet? Ja. Vond je hem beter dan de vorige film? Ja, ik vond het dansen. Ik vind dansen zo gaaf. En het wordt elke film beter. Dat is zeker. Dus... Maar wat vond je dan niet zo goed aan de film? Heb je ook minder goede stukjes gezien? Nee, eigenlijk niet. Er zat ook veel humor in. Dat vond ik echt leuk. Dat was echt lachen. Yes, ik vond hem wel heel goed. Ja, ik vond hem beter. En waarom? Goeie moves, ja. Was dat ook het beste deel van de show? Of van de film bedoel ik? Ja, de erotische stukjes zijn ook leuk. Ja, waren de erotische stukjes ook leuk? Maar wat bijvoorbeeld dan? Standjes. Dansenstandjes. Ja. Als er een Magic Mike 3 komt, zou je er dan ook gelijk weer naartoe gaan? Ja, zeker. Sowieso. Okay, en als je hem zou moeten aanraden aan mensen, aan wie zou je hem dan moeten aanraden? Aan vrouwen. Maakt niet uit. Iedereen. Alle vrouwen. En geen mannen? Nou, als ze het leuk vinden om naar mannen te kijken en dansen, dan zeker wel. Dus eigenlijk een typische vrouwenfilm. Zeker. It's not bro time, it's show time. Are you guys ready?